Zit je zeker een tutorial te kijken daar op je telefoon? Ja, helemaal goed. Ja. Hallo. Heb jij lekker gegeten? Ja. Ik zie het. Ik vind het wel lekker. Hoi, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe weekvlog. Mijn naam is Jennifer en het is vandaag maandag. Het is al avond, ik heb al getraind, ik heb alles al gedaan vandaag, maar ook misschien iets leuks, niet voor iedereen denk ik, maar vanaf morgen ga ik weer beginnen met een beetje gezond eten, vooral droog eten, dus ik ga weer droog trainen. Dat betekent zo min mogelijk calorieën en vooral zo min mogelijk vet. Dus ik heb al een aantal dingetjes gehaald in de Jumbo. Ik heb kwark, kipfilet, blauwe bessen, proteïneshakejes en alles. Daaronder liggen ook nog kipfilet. Ik heb zilvervlies, rijst, etc. Dus dat ga ik allemaal eten en klaarmaken. En in de ochtend speciale dingen. Dus dat gaan jullie morgenochtend zien. Ik heb ook een abonnement afgesloten bij de Fit for Free. Mijn moeder wilde daar heel graag voor groepslessen met haar vriendin. Dus ik dacht, nou leuk, kan ik daar ook heen. Dus ik heb morgen om 11 uur een afspraak voor in de Fit for Free. Dus dan ga ik morgen om 11 uur trainen. Het zit hier in Zwijndrecht, dus. En als dichtbij ga ik denk ik gewoon op de scooter. Ja, morgen hoef ik verder niet zoveel te doen. Dus dat is heerlijk. Leuk! Het is vandaag dinsdag. En ik ben het bad vol aan het laten lopen. Voor de eentjes. Ik ga ze in het bad doen en even kijken of ze kunnen zwemmen. Is toch leuk. En net hebben we beneden het hok verschoond. Maar nu hebben we de eentjes. Oké, okay, we gaan ze voor het eerst in het bad doen. Ik hoop niet dat jullie op. Vul maar hier in het water, mam. Oké. Okay. Mam, in het water. Het is niet te warm. Ja, ze mochten niet verbranden. Voel even. Mag daar, voel even. Ik kan het niet. Weet ik niet. Nou, we gaan het drinken. Kijk. Wordt wel buik schoon, man. Oh, ze vinden het wel lekker. Hard draaien. Maar dat is Chanel. Begint er niet aan, jongens. Echt niet doen. Oh no. Zij hebben een scheid, jongens. We gaan ook wat verschoon maken. Ja. En man, Noah, wil jij ook in? Oh nee. Kijk, een beetje. Ja, ik ben. Oh nee, meer poep. De poep en allemaal voor elkaar. Oh, weg. Oh, ja. Kijk maar, hier zie je. Oh, kijk. Kijk eens. Nou, we hebben het naar de zin. We zijn nu eventjes lekker aan het opdrogen. Oh, ze hadden het een beetje koud. Dus ik ben ze nu lekker onder de handdoek aan het doen. Ik zit op de grond in de badkamer. Ze zijn een beetje aan het trillen. Oh. Liefjes. Dus die gaan nu even bij mij knuffelen. En dan gaan ze weer lekker naar beneden. Het is vandaag woensdag. En ik heb al getraind. We hebben vandaag alleen bovenlichaam gedaan voor mijn enkel. Zo, maar die bicep. Nee, oké. Ik heb gisteren al wat outfitjes klaargelegd voor de vakantie. Ik ga pas zondag op vakantie, maar ik heb alvast wat outfitjes klaargelegd waarmee ik sowieso foto's wil gaan maken op vakantie. Dus daar heb ik dan foto's mee gemaakt met mijn telefoon, zodat ik dat niet vergeet.
een tip. Nu zijn de kinderen hier weer van mijn broer. Even zijn aan het oppassen. Ik ga om 4 uur mijn nagels doen. En mijn tenen doen. Want voor vakantie. En ik moet nog wat ophalen bij de apotheek. En dan ben ik wel zo goed als ready. Ik wilde ook nog mijn beentjes laten doen. Maar dat doe ik in Rotterdam. Alleen er was geen plek meer voor zondag. Dus laat maar. Ik ga toch maar een weekje weg. We gaan een weekje naar de familie. En ik kan mijn kamer echt niet optillen. Ik heb zoveel spierpijn in mijn haar. Oh my god. Ik heb gedoucht. Ik heb weer lekker mijn pakje aan. Ik laat jullie even zien wie hier zijn. Chloe. Ga zwaaien. Doe het zwaaien. Maar hoi. Hallo. Heb je lekker gegeten? Ja. Ik zie het. Wauwie. Wat ben je aan het tekenen? Ik hoef een paard. Een wat? Een paard. Een paard. Ja, ik kijk hem. Ik zie het. Het is het hoofd. Ja. Hoi Jacob. Ben jij aan het spelen? Ik ben niet aan het spelen. Wat dan? Oh. Hey, Stinkert. Zeg eens hallo tegen de kijkertjes. Hoi. Vertel me niet dat. Hi. Wat kijk jij? Wat? Thunderman. Stoer hoor. Zit je zeker een tutorial te kijken daar op je telefoon? Ja, hoe het moet. Ik ben terug, jongens. Ik heb mijn nagels in een lekker zomers kleurtje. Ze zien er op beeld lichter uit. Maar mooi, hè? Kijk. Hetzelfde kleur. Wauw. Uw voeten. Even een beter licht. Wacht. Jij hoeft hier deze. Wat? Zeg een meisje tegen een vriend, waar denk je aan? Zegt hij, milkshake, aardbei en een hotdog speciaal. Zegt ze, denk je niet eens aan mij? Tuurlijk wel, want jij gaat het halen. Kijk, zo zien jullie het goed trouwens. Stel scherp, juist. I like. Ja, het is vandaag donderdag en ik ben opgetut. Ik heb nog geen lipgloss op, dus ik heb alleen lipliner op. Ziet er een beetje gek uit. Ik ga zo met mijn moeder naar de stad, want we gaan zondag een weekje naar Spanje en ik zei tegen mijn moeder, ik wil zomerkleding, ik wil jurkjes, die heb ik nog niet, dus we gaan eventjes winkelen. Het outfitje wat ik vandaag aan heb, best wel simpel, gewoon een t-shirtje van Gucci is deze, lekker oversized en een spijkerbroek van de Bershka. Ik weet nog niet wat voor tasje, ik weet nog niet wat voor schoenen. Gezeik allemaal. Gezeik. Oké, we zijn bij de Stradivarius. Ik heb deze rok uitgekozen voor de vakantie. En dit jurkje. Kijk nou hoe ik voel. Is leuk, hè? Er wilde ook nog een jurk, maar ze had niet meer in haar maat. Helaas. En ik kwam net weer iemand van Love Island tegen. Wat een fuck. We zijn nu bij... Stel wat even. Stel jij eens een keer wat in. Het is trouwens... Dat nog... Het is vandaag 30. Nee, dat hoeft niet. Het is vandaag gewoon vrijdag. Het is vandaag vrijdag. Maar waar zijn we nu? We zijn nu in Helmond. We gaan kijken naar het debuut van Keno, de laatste oefenwedstrijd bij Helmond Sport. Niet het debuut. Nee, maar het wordt de eerste wedstrijd, officiële wedstrijd toch hier in het stadion. Ja, dat wel. Laatste oefenwedstrijd. Ze krijgen een spelerspresentatie aan de supporters hier. En volgende week begint de competitie van Helmond Sport. Ja. Met Keno als... topartiest. Maar het is geen presentatie dit, hè, Bob. Je kan gewoon losjes. Maar hij wordt zo eerst gepresenteerd of zoiets. Dus ik dacht misschien wel leuk voor jullie om dat te zien. Eigenlijk dacht mijn vader dat. Ik dacht, goeie. Dus dat film ik zo. Maar ik film nu met mijn telefoon, want ik had mijn camera niet mee. Nou, we zijn net bij die wedstrijd geweest. Dus het is 3-1 geworden. Keno heeft echt lekker gespeeld. Echt top. Nu is het een beetje chaotisch. Ik zit een beetje mijn planning erover na te denken. En ik ga zondag vliegen om 12:30 naar Spanje. In de middag. Maar ik heb mijn koffer nog niet gedaan. Ik dacht doe ik morgen. Maar morgen ga ik met Thomas naar de Efteling. Alleen wij gaan in de avond. Dus wij moeten om 4:30 de trein. Alleen morgen krijg ik en mijn pa ook nog visite om 2 uur 's middags. Dus dan kan ik mijn koffer ook niet doen.
En ik moet me ook nog klaarmaken voor de Efteling. Dus, chaos. Dus ik ga nu mijn koffer maar even inpakken. Om 11:30. 'S avonds. En dan, ja. Heavy shit hoor. Ik dacht dat ik nog even tijd voor mezelf had. Maar geen me-time vandaag. Oké. Mijn oudje trouwens vandaag. Petje. Dit. Want ik ging gelijk door vanuit de training. Moest ik me daar omkleden. Heb ik in de auto een beetje opgemaakt. Ik doe gas erop naar Helmond. En ik had deze Balenciaga trui aan. Maar ik kan niet verder filmen. Want ik heb mijn broek al uitgedaan. Ik zat op de wc. Ik dacht, die broek gaat uit. Dus. Maar ik ga dus eventjes dit allemaal en nog meer in de koffer proppen. En ik moet mijn GoPro opladen, want dat ga ik morgen gebruiken bij de Efteling. En ik wil hem ook in Spanje gebruiken. Oh, wat een gezeik dit. Het is vandaag zaterdag en ik ga zo meteen naar de Efteling. Ik heb me een beetje opgemaakt. Ik heb concealer op, bronzer op en highlighter. En verder ben ik bezig om mijn koffer verder te doen, want ik ga morgenochtend, nou morgenmiddag vlieg ik alweer. Dus dat moet ik dan ook weer af hebben. Verder heb ik nog wel dit broekje aan. Mijn pyjama broekje. Maar ik heb geen zin om die legging nu al aan te doen. Ik hou mijn haar gewoon zo in een knotje en doe ik een petje op. Want ik heb echt geen zin om verder iets te doen. En mijn haar is een beetje vet. Alleen ik ga het nu nog niet wassen. Want dan heb ik het echt al om de 2 dagen gewassen. En dan wordt het echt super snel vet. Oké. Top verhaal, Jen. Ik zit alleen een beetje na te denken wat ik allemaal in mijn handbagage en allemaal ga doen. Ik neem natuurlijk nu deze mee. Maar ja, ik heb mijn koptelefoon. En ik denk dat ik wil gaan editen in het vliegtuig. Lastig. Maar ja, dat komt nog wel. Ik film trouwens sowieso alles dadelijk in de Efteling met mijn GoPro. Die heb ik opgeladen. Voilà. En ja, ook gewoon als ik daar loop. Want dan hoef ik deze camera niet mee te nemen. En dan kan ik die ook niet kwijtraken. Ik heb goed gereden. Jongens, we zijn in de trein. De tweede trein al volgens mij. Hoi Thomas. En zoals ik al zei, ik film dit dus allemaal met mijn GoPro. Misschien iets andere kwaliteit, maar we moeten denk ik nog, hoe lang? Ik heb mijn horloge niet om. Ik weet niet, waar komen we aan? Om 15:15. Oh, nog. Om 42, 21. 20 minuutjes. Dat valt wel echt heel erg mee. Ik ging echt heel snel. En dan een kwartiertje met de bus. Jongens, mooi verhaal. Even naast je zitten. Ik heb honger. Dat hebben we misschien een paar keer, 5 keer of zo, al tegen Thomas gezegd. Maar tegen Thomas. En daar zat met een gozer, zien jullie dat? Ja. Daar zat een gozer. En ik zei zeg maar nog 1 keer tegen Thomas, ik heb echt honger. En toen zei die gozer, volgens mij heb je honger. Ik zeg, ja, klopt. Mijn buik zegt het steeds vaker tegen me. Hij zegt, ja, je hebt het al een stuk of 4 keer gezegd. Ik vind dat echt zo interessant. Heel interessant. Ik praat op tegen Thomas, niet tegen jullie. Dan heeft hij waarschijnlijk ook alle andere gesprekken afgeluisterd. Tuurlijk. Ja. Toen die wegliep ook. Wat dan? Ze zei die alvast steeds makkelijker. Ja. Echt. Ik vind het zo dat is naar. Creepy. Heel naar. Hij was volgens mij ook een beetje steunend of zo. Hij was heel rood, zo. Brand. Ja, en hij was heel zo. Een beetje zo om zich heen aan het kijken. Maar dat zie jij niet natuurlijk. Want jij zat met je rug aan me toe. Maar goed, oké. Dat laat ons niet hinderen. Dan gaan we Oh, je hebt ook een Efteling in je agenda staan. Tuurlijk. Anders ga ik andere dingen plannen. Ik heb een druk leven. Dat snap je toch wel? Ah ja. Jongens, hoor dit. Het is toch eng als je zo'n tunnel bent, Phil? We zijn er, Thomas. Dadelijk even een thumbnail foto. Wat? Thumbnail foto voor de Efteling. Jongens, we zijn dus net met de bus gegaan. Wat een chagrijnig takkenwijf was dat. Dat was echt niet normaal. Maar ja, we zijn er nu en ik ben nu aan het filmen en er zijn heel veel mensen. Alleen ik ga dat gewoon doen vandaag. Ik ga dat stoer gewoon voor doen. Jou. Maar hoor je echt, die muziek? Ja, we zijn er gewoon. Echt raar.
echt heel raar. Kijk, mensen gaan gewoon loose al. Maar, ja, die moeten allemaal weg. Ja. Maar jongens, kijk naar dit weer. Besef dit. Niet door de plas. Kijk dan, het zonnetje, alles. Lekker. Kijk dan, er gaan echt al veel mensen weg. Dat is echt top. Ja. Leuk. Ik heb er zin in, Thomas. Nou, we hebben het pleuris eind gelopen, maar we staan er. Nou, we lopen er. We lopen er. Kijk nou. Wat leuk. We lopen nu ergens heen. Thomas is de expert. Thomas komt hier volgens mij elke week. Ja. Ja. Deze grote is bloedserieus. Vroeger wel, hè. Vroeger ging ik altijd naar school, woensdagmiddag. Ging ik altijd een jaarabonnement. Ging ik En dan vaak in het weekend ook nog. Je ging was misschien vaak wel twee keer per week hier naartoe. Hij was zeg maar zo iemand die dan zo'n jaarabonnement nam. En dan serieus, als hij dan een keertje studiedag had, was hij er. Hij was er. Ja. Anders was je vrij, maar toen was ik ook nog klein, hoor. Ja, oké. Okay. Dus wel jaar of zes. Ja, oké. Okay. Ik zeg toch, mijn mama was ook helemaal fan hiervan. Ja, dan is het leuk. Mijn moeder die scheldt me uit als ik zeg, ik wil naar de Efteling. Ach. Ja, die heeft geen zin om te lopen. We hebben gewoon kinderwagen van mama mee, dus geen probleem. We hebben wel besloten, we gaan het Sprookjesbos vandaag overslaan. Gaan we hem overslaan? Nou ja, ik denk niet dat we het gaan redden. Jongens, we zijn nu in de droomvlucht, maar er is iets aan de hand. De rij was toch alles gewoon buiten? Ja. Ja, dat is content. We gaan nu langs, waar gaan we heen? We moeten hier wachten. Maar is dit nieuw? Wat is dit? Kijk naar huis. Oh, god. Volgens mij is het binnen wel heel erg gepast. Maar wat, even serieus, wat is dit? Is dit ook... Zitten hier normaal mensen of zitten hier de elfjes? Weet jij het? Ik ga elfjes zien naar school. Thomas, mooi! Wauw! Kijk nou! Ik vind het zo mooi. De elfjes, ik vind hun zo cute. Ja. Bot liggen, ja. Oh my god. Auw, de tering. Ik heb hier wel eens vastgezeten. Hier. Dat je helemaal hier alleen maar bleef drijven. Dat je niet verder kwam. Ik vind het helemaal niet leuk, hè. Maar hoe kom je eigenlijk verder? Ja, door stroming. Oh, echt? Ja. Ze doen niks.
Jen, kijk mij. Ik heb het op beeld staan. Zo, wie wil mee? Oh. Thomas! Ik vind het dus helemaal niet leuk. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Oh, Thomas. Ja, ga je weer. Nee. Dit is echt niet grappig. Oh, heel mijn beel, hè. Beel, is het klaar al? Is het klaar al? Nee, kijk nog. Wil je foto? Is dit een foto? Ja, foto. Nee, dit is geen foto. Dat is weer een foto, broer. Hij doet het alleen niet. Oh. Ik wil nooit zo erg met jou gelachen. Hoezo? Ben ik normaal niet grappig? Of zitten we nou vast? De paniek die jij niet vast. Ja, we zitten vast. Zagen jullie die paniek in Thomas' ogen? We zitten vast. Jongens, willen jullie even mijn bips zien? Ik heb verveeld. Nee, ik doe wel even zo. Wacht. Even. Jongens, mijn bips. Echt, dat is niet normaal. Oh, dus hopen dat dit goede content is. Ja. Die gozer die denkt, hè? Die doet de broek omhoog voor mij. Maar dat deed ik niet. Ik wilde even laten zien hoe erg toegetakeld ik ben. En doe ik nooit meer. Punt. Ik ben thuis van de Efteling. De terugreis was wel heftig, man. Overstaptijd was lang. En ja, dus ik was 12:30 thuis. Ik ben nu even verder bezig met mijn koffer inpakken. En morgen om 9:45 worden we opgehaald met taxi. En ik heb mijn haar niet gewassen nu. Fuck dat. Hoe ga ik dit aanpakken? Ik ga morgen gewoon een petje opdoen. Dus dat. En dan was ik het in Spanje wel. Maar goed, oké. Ik heb ook een nieuw hoesje binnengekregen van officieel Enrich of zo. Enrich, weet ik veel. Deze met mijn initialen. Supermooi, maar dan moet ik in Spanje ook even een fotootje mee maken. Maar ik denk dat ik dat op het strand ga doen. In mijn bikini. En dan gewoon leuk dat ik hem vasthoud of zo. Dus allemaal gezeik, allemaal plannen. Het is vandaag zondag. En ik vlieg zo meteen naar Spanje toe. Ik heb mijn bronzer, mijn concealer, highlighter en shit opgedaan. Geen foundation. Maar ik zie er iets moeilijker uit. Ik heb mijn petje op en mijn haar is lekker vet. Als outfit neem ik dit tasje mee. En deze tas als handbagage. Verder heb ik gewoon deze trui met deze broek aan. En hieronder heb ik een body. Dus in Spanje kan ik dan in de body lopen. We zijn nu op het vliegveld en we zijn door de douane, maar hoe heet dat? Ik heb onder mijn trui heb ik zo'n body, dat weet ik aan jullie zien, voor in Spanje als het warm is. Maar die vrouw ging voelen bij mij. En toen zegt ze, ik voel het niet. Dus toen moest ik naar zo'n privékamertje en toen moest ik naar mijn trui uitdoen en ging ze helemaal mijn BH uitdoen. En toen vroeg ze je telefoon. Ja. En toen kwam de aap uit de mouw. Maar nee. Maar dat was niks. Ik heb geen drugs, jongens. Ik ga de servetjes pakken. En we hebben nu choppings. Ik heb een salade. Ik ben healthy. En hun hebben weer een broodje met ei en bacon en zo. Daar doen we niet aan. Healthy bitches. Vetvrij, alles. Jongens. Woehoe. Pap. Lachen. Doe even vies. Let's go. We zijn in het dorp. Het is een beetje bewolkt.
wel heel warm. Volgens mij echt 35 graden. Maar dit is dus het dorp waar we wonen, waar mijn moeder vandaan komt. Ik zeg toch, waar je vandaan komt. Dit is het plein. Zo, de fontein is gedaan. Dit is niet normaal. Abnormaal, dit staat in de bloei. En dit is het kerk. Is het kerk, Jezus Christus. Twee bomen bij de kerk. Dit is een nieuwe burgemeester, dit is gezegd. Kijk. Kijk hier. Ja. Fijn, ziet er mooi uit, hè? En dan ons huis is zeg maar daar boven. Oké, okay, jongens, we zijn een beetje gesetteld. Ik was hier Outer Banks aan het kijken hoe dit huis nou in elkaar zit. Dit huis was van de moeder en vader van mijn moeder. Alleen die zijn overleden, dus toen hebben wij dit huis overgekocht. En het is zeg maar beneden één voordeur. En dan ga je naar boven en dan heb je hier ons gedeelte. En dan een paar kamers. En dan heb je een gang, een terras, een hele grote. En dan heb je een deur met ook sleutel. En daar is zeg maar de hele huiskant van mijn tante. Dus zo zit het in elkaar. Alleen we gebruiken het allemaal gewoon. Dus ik mag ook daar komen en zo. En shit. Vorig jaar, toen had ik dit besteld. En het is toen hier binnengekomen. Bali Body. En alleen toen was het te laat binnengekomen. En toen gingen we alweer naar Nederland. Maar nu heb ik er dus twee. En ik heb ook nog mijn eigen die ik heb meegenomen vanuit Nederland. Dus helemaal top. Kijk, en dit is dan zeg maar het plein. Echt leuk. Tralies hier. En dat is voor kinderen. Zijn daar knappe jongens? Nee. Helaas. Jongens, ik ben gisteren vergeten de weekvlog af te sluiten. Maar ik ben dus lekker in Spanje een weekje. En dat zien jullie dan de hele volgende weekvlog. Die zal helemaal in Spanje zijn. En ook de terugvlucht. Ik vlieg pas zondag in de avond weer terug. In ieder geval, als je de video leuk vond, doe dan even een duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal hier beneden. En dan check ik jullie volgende week weer. Doei!